Ik vind het heel fijn dat ze de gouden kinderschoen hebben gewonnen en dat dit feest er nu ook is. Veel lachende gezichten tijdens het Gouden Kinderfeest in Heus de Zolder. Huis van het Kind en Aap brachten eind april de Gouden Kinderschoen naar de gemeente en om iedereen die stemde te bedanken, werd dit groot feest georganiseerd. We hebben twee projecten in onze gemeente genomineerd. Eentje was onze Aap, onze website Aap, waar alles op staat rond vrije tijd. En eentje was het Huis van het Kind. We werken dermate goed samen dat we eigenlijk die Gouden Kinderschoen gewonnen hebben. Voor de samenwerking die we dagelijks realiseren in onze gemeente. Ik heb hier al van alles gedaan. Op het springkasteel gesprongen. En nog gekeken bij het show hierachter. Ik heb glittertattoos gezet. En zelfs nog een banaan gegeten. Aap zelf kon natuurlijk niet op het feest ontbreken. Aap is eigenlijk ontstaan in 2016. De gemeente heeft dan eigenlijk een website ontwikkeld waar kinderen en ouders op een heel laagdrempelige manier op zoek kunnen gaan naar een vrije tijdsbesteding. Dus Aap zit eigenlijk het hele jaar door aan de schoolpoort op evenementen. En we willen daar eigenlijk de vrije tijd in Heus de Zolder mee bekendmaken. Ik heb daarnet Aap met een knuffel gegeven. En nog de schil weggooien. Ik vind wel dat Heus de Zolder, onze gemeente, heel veel doet voor de kinderen. Er zijn dan allerlei activiteiten gepland. Ik vind het fijn dat de gemeente Heus de Zolder veel toffe dingen doet voor de kinderen en dat ze de prijs hebben gewonnen. We willen op deze manier eigenlijk ook iedereen die voor onze projecten gestemd heeft bedanken. Want zonder al die stemmen van de inwoners uit onze gemeente en daarbuiten hadden we nooit deze gouden kinderschoen kunnen winnen.